Het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname, InvestSUR, is vanaf vandaag operationeel. Dit traject is reeds in april begonnen. De officiële start is op een heel bescheiden manier geschied. Afwezig waren directeur Ike Antonius, minister Gilmer Hoefdraad van Financiën, DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons en ondervoorzitter Melvin Bova. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waren aanwezig bij dit heugelijk gebeuren. InvestSUR is gehuisvest aan de Broekepoendelaan. In zijn toespraak zei Antonius dat er een vijfjaren plan is gemaakt om investeringsaangelegenheden te coördineren. Aware of the importance of the investors' friendly environment and the need of a central coordination point for investment-related issues. As CEO of InvestSUR, I therefore consider it a privilege to be part of this process, whereby at the beginning and in close cooperation with partners, we are paying more and more attention to the conditions for Suriname to improve its position as an investment destination. We are fully aware that this is not a road without challenges and hurdles. Alhoewel InvestSUR via het huidige wettelijk raamwerk waaronder de investeringswet van 2001, de wet op InvestSUR en het staatsbesluit van 2017 een specifieke rol toebedeeld heeft gekregen, weten wij dat het bereiken van gestelde doelen en te stellen doelen gepaard dient te gaan met een effectieve, gezonde en doelgerichte onderlinge samenwerking. Ik leg de nadruk op onderlinge samenwerking. Financiënminister Hoefdraad zei dat met deze ingeslagen weg Suriname zeker in staat zal zijn meer investeerders het land binnen te halen. Deze zullen helpen de economie van Suriname te diversificeren. In Suriname zullen wij de te hoge concentratie op het mijnbouw en olie concurrentievermogen tegengaan door het concurrentievermogen van de rest van de economie te verbeteren. En daarom hebben wij ook InvestSUR gekregen. Dit zal leiden tot diversificatie. We kunnen onze economie niet diversifieren wanneer de niet-traditionele sectoren niet beschikken over een meer concurrerende omgeving. Alleen diversificatie zal de problemen elimineren die voortkomen uit de winningsindustrieën, zoals schokken in de grondstofprijzen, waarvan Suriname in de loop van de geschiedenis veel heeft gezien. Het verminderen van de impact van deze schokken zal een aanvullend stabilisatie-element zijn voor onze nationale economie. Stabiliteit en een lange planningshorizon zijn noodzakelijke vereisten voor beleggers om naar Suriname te verhuizen. Minister Gilmer Hoefdraad van Financiën vandaag bij de bescheiden opening van het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname, InvestSUR. Dit instituut is gehuisvest aan de Broekepoendelaan.